Goedemorgen jongens, ik had gisteren wat gezegd in de vlog dat als ik gisteren niet ongesteld zou worden, dat ik dan een test zou gaan doen. Het moment is daar. Ik ga gewoon ruimte lopen hoor. Hij wil er niet bij zijn, ik moet hem pas roepen als het zo ver is. Maar ik ga hem omdraaien en dan ga ik samen met jou bekijken. Ja. Oké. Okay. Zoiets? Dan kan je maar echt zien zitten. Het is zo eng. Oh, vind je het zo eng? Oh nee, kut! Laat hem vallen. Oh, vind je het heel eng. Oké, ik laat hem even liggen. Even een timer zetten van 3 minuten. Oh, vind je het zo eng, jongens? Dit is gewoon echt een life changing, hè? Dit nu. Van alle kanten opgaan. Oké. Okay. Schatje? Ja? Kom ja? Kom! Nee, ik kom niet, kom hierheen. Best eng dit. Ja, ik ook, maar ik sta te shaken. Maar het kan ook zijn dat er iets niet fout is met de test, hè? Dat kan ook nog. Ja, nee, ik loop. Nee, het is fout met de test. Ja, dat kan, dat is mogelijk. Ik ga niet in het douche staan hier, hoor. Zal bewegen als er iets gebeurt, weet je wel. En nu? Ben je klaar met douchen? Ja. Is dat een keer tegen? Stel voor je moet aan mensen gaan vertellen. Ik vind het best eng houden. Een keer. Ja, ik zou het wel eerder. Je moet het wel eerder vertellen voordat deze vlog online komt. Mm-hmm. Je kan het niet maken dat bijvoorbeeld je vader zit te kijken en. Zwanger! Wat is dit, joh? Dus... Nee, dat ga ik niet doen. Ja, ik vind het wel fijn als mijn mama het nu al weet of zo. Die zou ik iedereen opbellen. Wat moet ik doen? Ja. Of zoiets. Maar ja, er is niemand iets die wat kan doen. Het enige die wat kan doen is weer zelf. Ik weet niet hoe ik moet reageren. Ga ik heel stom doen? Ik ook niet. Ja. Jij bent heel kalm. Mijn emotie is in één keer helemaal weg. Mijne niet. Ik weet echt helemaal niet wat ik moet doen of zeggen. Ik kan elke keer janken, dan moet ik weer lachen. Dan, ik weet het allemaal niet. Ik probeer me nu de hele tijd in mijn hoofd op andere dingen te focussen. Oh ja, zo meteen even trainen. En jij bent jarig. Ja. Oh ja, trouwens gefeliciteerd, lieverd. Dank je. Wat vind je van mijn cadeau? Je moeder zei nog, jij gaat zo je verrassen. Nou, ja. Dus we gaan nu gewoon zo'n andere test halen of zo dan? Ja. Voel je blij of niet? Ik weet het niet. Ik weet het echt oprecht niet. Kijk, weet je nogmaals, ik vertrouw op God. Maar ik had eerst even gedacht dat ik zeg maar mijn leven samen met jou, de droom die we waarmaakten, eerst even zelf binnenwandelde. En nu waarschijnlijk met z'n drieën. En dat is wel even dat ik even moet schakelen. Ik denk even naar het dorp, even een rondje lopen, even koffie halen, een test. Ja, is goed. Kom zo terug bij test nummer 2. Ja, ik heb nu groot glas water voor me staan. Droog gebeurt, schatje, komt goed. Wij gaan het fixen, wij gaan het samen fixen. Net zoals we alles zouden gaan fixen. Of nou met z'n 2, met z'n 3, met z'n 10, met z'n 5. Wij zijn sterk, wij zijn knap, wij zijn mooi. Wij zijn de beste. En wij kunnen alles aan. Goed? Wij laten elkaar nooit vallen. Dus we gaan het samen fixen. Tot einde tijd. Let's go! Ik kan me zenuwachtig gaan doen. Ja, echt? Ik zei net al dat ik je niet zo goed kon peilen vandaag. Omdat ik dat wel vervelend vind. Ik kan mezelf ook niet zo goed peilen. Mij? Nee, mezelf. Ik weet het niet. Ik ben aan de ene kant gewoon relaxed. Maar aan de andere kant... Ze zijn dus nu in Amersfoort, dat is een half uurtje fietsen. En de hele weg hier naartoe zit alleen maar over van alles over een baby dingen te denken. Heb je dat ook? Ja. Elke keer als nu naar je kijkt, dan kijk gewoon een andere manier naar jou. Hoe kijk je dan naar mij? Van anders. Ik denk in één keer, ben je nog zwanger? Ben je baby in? Ben je moeder? Ben je knap? Ja, wat is dat eigenlijk? Tweede poging. Kijk wat hij dan zegt. Ik zie hem zo. Oké, ik sta nu in de HEMA te wachten. En John is nog steeds aan het poepen. Hij is dus blijkbaar aan het poepen. En het duurt altijd een eeuwigheid voordat hij klaar is. En hij staat met hier die test in mijn zak. Dus ik hoop even dat hij opschiet. We horen je niet. Je hebt spanning, hè?
Mijn keer heeft spanning, maar hij durft niet. Maar ja, prima. Dus ik loop nu een beetje domme rondjes in één maal. Hè? Jeetje, kerel, wat duurde dat lang? Gast. Die test is waarschijnlijk helemaal niet meer bruikbaar, joh. Geef hier dat ding. Ja, ga jij kijken? Mandje, niet weglopen dan. We staan ook gewoon in Amersfoort dit te doen. Echt, het is echt niet oké. Niemand doet dit op die manier, volgens mij. Nou, stop even. Nee, maatje. Waar ga je helemaal heen? Oké. Komt-ie, het moment. Gaat dit of... Kom nou. Ja of nee? Ik heb hem hier in mijn hand. Doe voorzichtig ermee. Is het week of dagen? Kut! 2 tot 3? Ja. Weet je hoe lang dat al is? 3 weken. 2 weken is dat. What? 2 à 3 weken al. Jongens, ik ben al... Fuck. Bijna een maand zwanger dan. 2, 3... Nee joh. Wel, over volgende week ben ik een maand. 2, 3 weken. Dat kan ook 2 weken zijn. Ja, het kan ook 2 weken zijn. Hoor je al mijn hart al, hè? Lieverd! 2, 3 weken. Kijk even lekker de blaadjes bij. Heb je de blaadje mee? Nee, het is weken, lieverd. Het zijn geen maanden, het zijn weken. What? Kijk, laat zien. Oh, dat is plas. Oké. Laat zien, hè, van de camera. Nou, oké, okay, ja, dan is het gewoon officieel. Ook al best wel lang al. Dat verklaart wel jouw gedrag. Ja. Laten we dan even veel geluk. Oh, je filmt helemaal niet, man. Fuck off. Nee. Hoe gaan we dit doen? Hoor deze klok in één keer. Wat is dit? Wat is dit? Matrix. Weet je het raar? We reageren ook echt allebei echt vet droog eigenlijk. Ja. Het voelt nog steeds niet echt eigenlijk. Hè? Je ziet vaak wel eens, weet je, filmpjes voorbij komen dat stelletje helemaal... Oh. En dan wij... Oké, okay, nou, gefeliciteerd dan, denk ik. Oh, gastje. Je hebt mijn zwangerke druk. Nou, dat hoop ik dat ik het ben, ja. Nou, het is de buurman niet, kan ik vertellen. Nee, die hebben we niet. Maar die hebben wel. Nou, maar niet zo knap, hè. Oké. Nou, dan gaan we even naar de reclame. Dan gaan wij even huilen. Nee, joh. Het voelt gewoon niet echt of zo. Ik weet het niet, hè? Het voelt gewoon niet echt. Rode wangetjes heeft hij. Helemaal warm. Ik heb het gevoel dat ik denk, ja, ik moet iets gaan doen. Afleiding. Maar het is niet zo dat ik me kut of zo voel. Of zo. Dat ik denk van, oh, shit. Fuck. Zo, dat is niet. Shit. Oké, wel gelijk dat ik denk van, oké. Focus. Er moeten wel dingen veranderen, zeg maar. Zit er al wat? Hallo? Ben ik al dik? Dat was je al. Oh. Een heel grapje. Stom grapje, maak ik niet meer. Ik ga stomme grapjes maken als ik niks zeg. Maar wil je naar de huisarts? Nu? Okay, ja, waarom niet? Nee joh. Laat het eerst maar even gewoon rustig doen vandaag. Ik weet helemaal niks meer in één keer. Ja, ik ben ook blackout. Ja. Dus de wereld staat even stil. We staan echt zo hier in de regen onder een afdak hier zo van... Oké. Okay. Ik weet het ook niet. Kiet, staat hier, joh. Deze hadden wij aan jouw zusje gegeven. En toen zei ik nog tegen jou, als ik ooit zwanger mag worden, dan wil ik deze ook. Want hier kan je letterlijk meekijken de maand en de week wat je bent. En dan kan je lezen wat er gebeurt in jou en wat er gebeurt met jou. Eerste maand, week 1. Nou, dat doe ik. Neem maar mee en kijken we thuis. En ik moet zeggen, het begint wel een beetje in mijn hoofd al wat... plekje te krijgen of zo, ja. Het is nog even zo, ja, we gaan het niet weghalen, want het is gewoon onmenselijk. Slaan nu al door. Nee, helemaal niet. Ik wil gewoon even kijken voor mama. Gewoon een tasje mee.
Dat is het voordeel. Als je een verjaardag hebt gehad, ga je hebt mooie salades over. Schat, je moet ook goed eten nu. Ja. Geen patat meer voor jou. Klein beetje haasten. We hebben net Naomi's moeder opgebeld. We gaan met Naomi's moeder, zusje, Naomi en ik gaan naar de bioscoop in Hilversum. Dus we moeten een klein beetje haasten. We zijn een klein beetje aan de late tijd. Daarna gaan we dus eigenlijk het vertellen. Ja. We hebben de zwangerschapstest, de foto en de verrassing zeg maar in een tasje zitten. En zeggen we, nou lieverd, dat je het allemaal zo goed had geregeld met de verjaardag gisteren. Klein cadeautje ook voor jou. En dan pak ze het open en dan filmen we gewoon haar reactie. Oké. We zitten in de auto. Oké, John en ik zijn net thuis. Plannen zijn veranderd. Mama en Lisanne komen hier eten. We hebben het niet gegeven. Dus dat gaan we zo doen. Dus we hebben een plan. We willen niet mijn zusje nog gaan vertellen, maar wel mijn moeder. Dus dat houdt in dat we verstoppertje gaan doen met Lisanne. Dus zij gaat zich verstoppen in de speeltuin. We tellen hier af, zeg maar, in dit huis. En dan rent ze naar de speeltuin toe. En dan gaan we gewoon tellen. En op dat moment, als zij weggaat, dan gaan wij het geven, het cadeautje, zeg maar. En dan gaan we even praten. En dan loopt John weg. En dan kan ik even gewoon even met mama gaan praten. Dat is het idee. En ik ben heel, heel echt super benieuwd wat het gaat worden. Volgens mij wordt het net zo'n verrassing voor haar dan dat voor ons was. Maar oké. Schatje, steek nu de barbecue aan. Barbecue staat. Nee. Oh, maat, ik schrok. Ik kreeg rillingen door mijn lijf heen. Dat was ons codetaal, dat ze eraan kwamen. Nee, ik ga nu de barbecue aanzetten. Maar we hebben wel erg wat tijd. Het komt helemaal goed. Ik heb er vertrouwen in. Ja? Ik kan wel, ja. Ja. Ik heb wel een volle accu. Oké, yes, nice. Doe maar uit. Hadden we nog over, dus patat gehaald. Pizza hebben we net erop gedaan. Ik heb zelfs een pizza gebakken op de barbecue, nog nooit gedaan. Vandaag is gelukt. En ja. Ja, gaan we zo meteen. Hoe gaat het met je? Goed. Goed. Ja. Dus ik ook. Na deze stokjes zijn we denk ik wel klaar. Ik hoop het wel ergens. Heb je geen zin in een verstoppertje? Waar kan je je verstoppen? Jij gaat verstoppen bij ongeveer het speeltuintje. Oké, dat kan. Ja? Ja. Ik tel tot 25. Maar niet verder weg als Maar niet verder weg als speeltuintje. Echt alleen... 30. Oké, 30. Maar wel een speeltuintje. 1. Niet te ver weg als Sam. Beloofd, hè? In de buurt blijven, hè? 2. 7. Man, blijf buiten. 8. 9. Een cadeautje voor je. 10. Oh nee. Ja, van gisteren. Elf. Nou, hou op hoor. 12. Een nieuwe deel dan. 13. 14. Oma. Kijk, oma. Ja, je mag hem wel openscheuren hoor. Ja? Ja, doe maar beter. Zit de tijd aan? Ja. 20. 9, joh. Hou op. Ja, echt. Niet. Ja. Is er grap? Nee, kijk verder. Echt? Oh. Oh, niet het. Echt? Oh, man. Oh, dat is trillig. Ja. Echt? Oh, lieve. Ze hebben al mooi gefeliciteerd. Echt waar? We zijn ons vanochtend kapot geschrokken. Ja. Ik heb... blij mee? Ik heb vandaag een test gedaan. Oh, wat heb je dat goed stilgehouden? Ja, heb je helemaal te shaken. Oh, lieve. Ja. Dit hadden wij ook niet zien aankomen, zeg maar. Ben je blij? Het is zeker welkom, zeg maar. Ja, ja. Oh, dat is zo mooi. Ja, ja, zo. Oh, lieverd, echt zo geconstateerd. Ben ik de eerste die dat weet? Ja. Oh. Ja, te zijn. Ja, van Omi ook. Kijk, we zijn zelf ook een beetje overraad vanochtend. En moeten een beetje... Ik heb een droom gehad, zeg maar. En ik ben al een week lang niet ontsteld geworden. Dus toen dacht ik, oké, weet je wel, van...
hoe zit dat dan, weet je? Toen, uiteindelijk heb ik gisteren tegen John gezegd, als ik niet op de verjaardag ongesteld word, dan ga ik morgenochtend een test doen. Want ik had er nog eentje liggen, dat was ik weet niet hoe het Ja, ik denk, zo'n zusje komt zo weer waarschijnlijk terug. Okay. Ik ga hem even zoeken anders. Ja, oeh, dat is best eng, jongens. Hey, Ali. Die kleine nog even zoeken. Hey! Ben je blij dat je het vertelt? Mama ging best goed, hè? Ja, mama had een mooie reactie. Ja, ik ben blij. Het is ook wel een soort opluchting. Maar nu moeten we er zelf nog even over hebben en nadenken. Ja. Het dus was een aparte verjaardag van jou. Ja, hoor ja. Het is gewoon jouw verjaardag vandaag, hè? Maar verklaart misschien ook een beetje jouw gedrag van de afgelopen weken. Want je bent blijkbaar al 3 weken zwanger. Ja, dat is best lang al. Dat is best heftig al als je daarover nadenkt, hè. Dus, en nou ja, op dit moment weten we natuurlijk ook zelf nog niet alles. En morgen is de verloskundige eens dus even bellen. Maar voor nu, ja, bijvoorbeeld de spanning een beetje eraf is. En het was wel heftig, emotioneel allemaal zo. Ja. En een beetje nog het hele gevoel dat je kop in de zand drukt. Ja. Maar ja. Nu gaan we gewoon even lekker slapen, denk ik. Kijken of we weer een droom krijgen vannacht. Oké, schatje, wat rusten. En mensen, bedankt voor het kijken. En tot morgen. Slaap lekker. Peace. Later. Nee, ik kreuk alles erop. Oké.